Goedenavond of goedemiddag, beste mensen, het is nog geen avond. Ik wil beginnen met jullie een kort sprookje voor te lezen. Misschien lees je af en toe ook wel eens een sprookje voor kinderen thuis of in de familie, omdat ze goed zouden slapen. De bedoeling is niet dat jullie in slaap vallen, dit sprookje, maar ik zal er wel voor zorgen dat dat niet gebeurt. Er waren ooit eens drie bomen, die alle drie in een hevige storm een grote tak waren kwijtgeraakt. Die drie bomen waren elk op een andere manier met hun verlies omgegaan. Jaren later gingen die bomen weer opzoeken. Gisteren heb ik ze weer gevonden en gesproken. De eerste boom rouwde nog steeds om zijn verlies. En zei ieder voorjaar de zon hem uitnodigen om te groeien. Nee, dat kan ik niet, want ik mis een belangrijke tak. Ik zag dat hij klein was gebleven en in de schaduw stond van de andere bomen. De zon drong niet meer tot hem door. De wonde was duidelijk zichtbaar en zag er naakt uit. Het was het hoogste punt van de boom, want sindsdien was die boom nooit meer gegroeid. De tweede boom was zo geschrokken van de pijn, dat hij snel had besloten om het verlies maar te vergeten. Hij was moeilijk te vinden, want hij lag op de grond. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. De derde boom was ook erg geschrokken van de pijn en de leegte in zijn lijf. En hij rouwde om zijn verlies. Het eerste voorjaar toen de zon hem uitnodigde om te groeien, had hij gezegd, dit jaar nog niet zo. Toen de zon het tweede voorjaar weer terugkwam, sprak de boom, ja zon, verwarm mij, zodat ik mijn wonden kan verwarmen. Want mijn wonde heeft warmte nodig, omdat ze weet dat ze er voor altijd bij hoort. En toen de zon het derde voorjaar weer terugkwam, sprak de boom, ja zon, laat mij groeien, want ik weet dat er nog heel veel te groeien is. De derde boom was ook heel moeilijk te vinden. Want ik had niet verwacht dat hij zo groot en zo sterk zou zijn geworden. Gelukkig heb ik hem herkend aan de dichtgegroeide wonden die vol trots in het zonlicht werd gehouden. Dit sprookje leert ons iets over wat omgaan met verlies zou kunnen zijn. Als je bij de pakken blijft zitten, groei je nooit meer verder uit. Als je het probeert uit je hoofd te zetten, wat de meeste mensen aanraden, je moet loslaten, zeggen ze. Denk er niet te veel aan, dan ben je niet bestand tegen de stormen van het leven. En is één storm voldoende om je omver te blazen, zoals die tweede boom. Maar als je tijd neemt om verdriet ook verdriet te laten zijn, en daarbij warmte en genegenheid van mensen ervaart, zoals de zonnestralen die derde boom, dan kan je uitgroeien veel groter en veel sterker dan ooit voordien. En over dit uitgroeien wat daarbij kan helpen, wil ik vanmiddag een paar dingen aan jullie vertellen. Een moeder die een kind heeft met heel ernstige beperkingen, haar kind vraagt heel veel zorg en heel veel aandacht. En ze klaagt over momenten van moedeloosheid en uitputting en momenten dat het echt niet meer gaat. Ze krijgt de boodschap van de arts dat ze haar kind meer moet loslaten en een voorschrift voor antidepressiva. Ik kan u zo heel veel voorbeelden geven. En dit tweede voorbeeld maakt eigenlijk heel duidelijk dat de professionele wereld niet geleerd heeft om te gaan met rouw en verlies. En rouw doet spontaan denken, als ik die term uitspreek, aan het sterven van een dierbare. En men hoopt dan dat het verdriet met goede ondersteuning zeer snel overgaat en van voorbijgaande aard is. Maar er bestaat ook een vorm van rouw die niet overgaat. En rouw wordt vaak al misbegrepen in onze samenleving en wordt vaak al gezien als een ziekte. Artsen schrijven vaak antidepressiva voor om mensen daarbij te helpen. Antidepressiva werken in bepaalde gevallen bij een depressie, maar een depressie is een psychiatrische ziekte. En intens verdriet, als er iets met je kind aan de hand is, is geen depressie, maar is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen die in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. En naast de rouw die een gradueel verloop kent, als iemand komt te sterven, zie je dat een intens gevoel van rouw is, intens verdriet. En normaal kan je verwachten dat dit met verloop van tijd geleidelijk aan afneemt
om terug weer een normaal leven mogelijk te maken. Maar daarnaast bestaat er ook zoiets als chronische rouw, die nooit overgaat. En dat is niet te verwarren met wat ze in de medische wereld pathologische rouw noemen of een depressie. Het gaat niet om eenzelfde verloop van dat rouwproces als bij een sterven, ook al zijn de emoties en de reacties die je ervaart zeer gelijkaardig en ongeveer dezelfde. Chronische rouw, leven met een levend verlies, heeft niets te maken met een oplossing vinden of een beëindiging van het verdriet, maar wel met een verlies dat nooit afneemt en met wonden die nooit kunnen genezen. Het gaat om een verlies dat continueert, dat nooit overgaat. En als men dan een permanente oplossing verwacht, is dit onrealistisch van die verwachting naar mensen te stellen. Het gaat over jaar na jaar leven met verlies. En het zoeken naar een evenwicht in het leven zonder totaal je greep op het leven te verliezen. En je kan eigenlijk met recht bij andere mensen en in de hulpverlening als er begrip is. Maar hoe kunnen mensen begrijpen zonder kennis? Een onbegrip betekent vaak schade toebrengen aan ouders in plaats van opvang. Het verdriet als je moet leven met een kind met ernstige beperkingen blijft een leven lang bestaan. En er zijn periodische opstoten van intens verdriet te verwachten. Die term chronische rouw vind ik voor het eerst terug in de literatuur in 1960. Dat is 58 jaar geleden. En voor mij is de zeer grote vraag, hoe komt dat? Dat dit iets wat 58 jaar geleden voor het eerst is beschreven, nooit alom in de medische wereld en in de wereld van de zorgverlening is doorgedrongen. En Olganski beschreef met die term chronische rouw, verwees hij naar de normale, doordringende en diepe verdrietreacties van ouders na de diagnose van een ernstige mentale achterstand bij hun kind. En omdat het kind blijft leven, duurt de rouw ook voort en worden de wonden van de ouders vaak niet eens opgemerkt. Het verlies is een levend verlies. Een verlies zonder voorzienbaar einde en het blijft eigenlijk een leven lang bestaan. Het gaat hier duidelijk om een ander model vanuit de zorgverlening van omgaan met mensen. Het gaat om een totaal ander model van verloop. En het is opmerkelijk dat de zorgverlening die paradigmawissel, een heel ander voorbeeld van hoe dit verloopt, dat de zorgverlening dat nooit heeft geïmplementeerd. En soms ontmoet je dan wel een arts die er wel mee kan omgaan. Maar soms ontmoet je ook onbegrip. Een jongen van 6 met ernstige fysieke en verstandelijke beperkingen en een mentale leeftijd van 1 jaar ten gevolge van een chromosomenafwijking was ter observatie opgenomen in een ziekenhuisafdeling en tijdens een bezoekuur verkenden de andere kinderen de afdeling. En ze ontdekten dat op het bord in de verpleegpost stond genoteerd opletten voor de mama van Stijn in kamer 37. Ze heeft de handicap van haar kind nog altijd niet aanvaard. Lastige moeder met 3 uitroepingstekens onder. Dit is onbegrip en schade aanbrengen aan mensen. Als ik het heb over leven met een levend verlies, gaat het om een vorm van rouw die verschilt van het klassieke model van rouw, omdat er geen eindpunt is en de intensiteit van je verdriet en je rouw steeds weer opnieuw kan opleven.
Een dierbaar iemand verliezen is tragisch. Iemand verliezen aan een zware beperking terwijl hij nog leeft, is dramatisch en gaat voor heel veel mensen alle begripsvermogen te boven. Het gaat om het verlies van een deel van je leven, het verlies van dromen en het verlies van verwachtingen. En de introductie van dat nieuwe model chronische rouw was eigenlijk comfortabel voor ouders die moesten afrekenen met het trauma en het verdriet van het leven met een kind met een permanente, ernstige beperking. Hun permanent verdriet werd ineens daardoor van elke vorm van pathologie ontdaan. En dat nieuwe begrip kan zalf op de wonden zijn, moesten professionals ook geleerd worden om daar op een adequate manier mee om te gaan. En heel vaak, voordat dat begrip zijn ingang deed, en vandaag nog bij die artsen en zorgverleners die niet goed weten hoe dat moeten mee omgaan en die het niet kennen, worden ouders van personen met verstandelijke beperkingen en met ernstige handicaps gezien als lastige, zwaarmoedige en labiele personen die niet tot acceptatie komen. En ik hoor soms zeggen van, je moet de handicap van je kind leren accepteren, leren aanvaarden. Ik vind het een onmenselijke boodschap. Als ouders moet je de handicap van je kind niet aanvaarden. Het is al meer dan genoeg dat je je kind aanvaardt met een beperking. Maar vraag aan ouders dat ze die beperking aanvaarden, waar een kind moet mee leven, die beperking wens je allemaal weg en die wens je niet te aanvaarden. En er is een zeer groot verschil tussen je moet de beperking aanvaarden of probeer je kind te aanvaarden met die beperking. Dit verandert heel de hulpverlening als mensen die switch zouden kunnen maken. Het niet onderkennen van het begrip chronische rouw leidt vaak tot een verkeerde benadering. En in een rouwproces zijn boosheid en agressie normale emoties. Lastig gedrag is normaal bij mensen die in verdriet zijn. Je niet kunnen concentreren en niets kunnen onthouden. De trap op gaan naar boven en na 2 treden niet meer weten waarvoor je de trap aan het opgaan zijn, is normaal gedrag in een rouwproces. Schuldgevoelens zijn normale reacties in een rouwproces. En in chronische rouw zie je die emoties met golven, zoals de golven van de zee, steeds opnieuw opflakkeren en steeds weer opnieuw bovenkomen. Als kinderen wisten wij allemaal dat als je de pijn van het verdriet ervaart, dat boosheid en agressie normaal is. Je moest kijken wat kleine kinderen doen. Een kind leert lopen, loopt met zijn knie tegen een tafelpoot en die knie doet pijn. Wat doet een kind? Stoot de tafel. Die pijn aan die knie komt in boosheid en in agressie naar buiten. Boosheid en agressie, als je de pijn van verdriet ervaart, is dus een heel normale reactie. En wie krijgt er vaak die boosheid en die agressie te incasseren? De meest nabije mensen. Die vrouw werkt het uit op haar partner, ouders op de kinderen, kinderen op de ouders. De meest nabije mensen krijgen die boosheid en die irritatie te incasseren. En dan hoor ik mensen vaak zeggen, ik dacht dat wij een betere relatie hadden. Beste mensen, dat heeft niets te maken met een slechte relatie. Het heeft alles te maken met een goede relatie. Want hoe dichter je bij elkaar staat, hoe meer dat je bovenop je eigen pijn ook die pijn van die ander ervaart. En die pijn van die ander bovenop de eigen pijn kan bij momenten te zwaar om dragen zijn en barst in boosheid naar buiten. Als we zouden leren van bij die boosheid zijn in plaats van je moet je niet kwaad maken, ik kan er ook niks aan doen, moesten we kunnen zeggen van vertel eens wat je op dit moment zo moeilijk valt
dan krijg je meteen een heel andere reactie van mensen. Beste mensen, kennis van professionals over wat chronische rouw is niet evident. In hun opleiding hebben ze daar weinig of niets over geleerd. En hoe spijtig het ook is, moet ik hier zeggen dat professionals, arts worden soms, verpleegkundige, psycholoog worden, zonder dat ze waarschijnlijk ooit hebben leren lezen of schrijven. Want ze kunnen daarover lezen en zich daarin bekwamen. En ik stel vast dat rouw en verdriet een dusdanig moeilijk onderwerp is voor professionals, dat ze daar vaak niets of zeer weinig over hebben gelezen. Nochtans zijn die professionals en hun kennis daarover voor jullie heel erg belangrijk. Want zonder kennis zie je vaak totaal foute benaderingen. En waar men eigenlijk kan verwachten dat de rouw na een verlies door sterven na een tijd afneemt, kan het verdriet bij chronische rouw na een tijd progressief en intenser worden en toenemen zelfs. De blijvende aanwezigheid van die persoon met een beperking verhindert soms dat je investeert in andere aspecten van het leven. En er kunnen pieken en dalen optreden in je beleving en een veelheid van gebeurtenissen kan telkens opnieuw weer golven van verdriet oproepen. En wat zie je? Dat wat eigenlijk blijde gebeurtenissen zijn in een gezin, soms zelfs pijnlijke gebeurtenissen worden als je moet leven met een kind met zware beperking. Je tweede kind leert stappen en kan al alleen zonder hulp lopen en steekt in zijn ontwikkeling het oudere broertje voorbij. Het feit dat een kind kan leren lopen of begint te praten is een heugelijke gebeurtenis in een gezin. Maar het kan tot een verdrietige gebeurtenis worden als je een ouder kind hebt dat nooit zal kunnen stappen en dat nooit zal kunnen praten. En zo zijn er heel wat dingen die, als je moet leven met een chronisch verdriet, ontzaglijk moeilijk zijn. En die kunnen maken dat je eigenlijk ineens overmand wordt door golven van verdriet, zonder dat je daar echt op voorbereid werd. Het herkennen van het verschijnsel chronische rouw, alle zorgverstrekkers, kan de kwaliteit van de zorgverlening in belangrijke mate bevorderen. Niet erkennen, verkeerd interpreteren. Zijn die mensen, en die mensen dan nog niet verwerkt, dit soort uitspraken, zijn inadequate reacties. Vanuit intentie te helpen, maar ze duwen je dieper in de put. En door chronische rouw als iets tijdelijks te zien, waar je moet overzetten, miskent men wat er gebeurt. Men is er altijd van uitgegaan dat je beperkingen moet accepteren. En dat was zeer lang een onderdeel van elke theorie over rouw. Het model van chronische rouw als een nieuw professioneel referentiekader is zeer nuttig om het ongeduld te temperen ten aanzien van telkens terugvallen in je beleving om die terugkerende golven van intens verdriet te kunnen verstaan. En het is dus geen adequaat doel van ik moet mensen helpen om die beperking te accepteren. Het is adequaat van te helpen om die persoon te accepteren met een beperking. En je moet hem loslaten, zegt men soms. Waar komt zo'n kind terecht als de ouders dat kind loslaten? Wat gebeurt dan met zo'n kind? Het gaat niet om loslaten, maar het gaat om anders leren vasthouden. Anders leren vasthouden. En dat is helemaal anders dan loslaten. En ontkenning van een stuk van de werkelijkheid en de rouwbeleving is
ontkenning vaak de eerste stap. En men zegt, je moet die waarheid, die werkelijkheid van het verlies geleidelijk aan onder ogen zien. Wel, als je moet leven met een levend verlies, is ontkenning vaak een weldadig geschenk. Een deel van die realiteit niet onder ogen willen zien, helpt om met die werkelijkheid ook te kunnen omgaan. Als je vanaf de eerste dag in de confrontatie met die beperking, die volledige werkelijkheid en alle problemen die het leven met dat kind zouden kunnen meebrengen, onder ogen ziet, dan weet je vaak niet meer hoe je verder moet. Dus ontkenning kan een weldadig geschenk zijn. En men moet niet spreken over je moet afstand nemen, maar het gaat om zoeken hoe je periodisch kunt leven en kunt dragen wat je als levend verlies ook moet dragen. En dus je kan geen permanente aanpassing verwachten. Het komt telkens weer terug. En vaak wordt verdriet ook onzichtbaar voor de omgeving. Er ontstaat een demping van gevoelens. Ik hoor mensen zeggen, ik kon niet meer huilen. Ik had geen tranen meer om te vergieten. En ik kon ook geen intense vreugde meer beleven. Omdat ik bang was dat ik terug weer in elkaar zakte. Maar zie je, er ontstaat een demping van gevoelens. Waardoor die onzichtbaar worden voor de omgeving. En de omgeving niet meer merkt dat er een probleem is. Een heel moeilijk iets is ook de andere kinderen in het gezin. De andere kinderen in het gezin moeten leven in een dubbele situatie. De normale wereld van de school en hun vriendjes op school en de bijzondere wereld van het gezin waarin ze leven. En kinderen moeten een taal krijgen en moeten woorden krijgen om hun bijzondere situatie ook te kunnen uitleggen aan hun vriendjes op school. En het komt er dus op aan van jonge kinderen ook te zien vanaf het begin. En we moeten weten, kinderen, de andere kinderen, verliezen niet alleen de verwachting van een gezonde broer of zus, waar ze hoopvol naar hebben uitgezien bij de geboorte, maar ze krijgen in plaats daarvan een broer en zus die niet vergelijkbaar is met hun vriendjes op school en wat ze verwachten. Maar je ziet ook dat de andere kinderen de normale vrolijkheid van hun ouders verliezen die ze hadden voor de geboorte van die broer of zus. En een niet te onderschatte bron van stress is het verlies aan privacy waarmee je geconfronteerd wordt als je een gezin bent met een persoon met ernstige beperkingen. En dat verlies van privacy kan zeer lang duren en zeer ingrijpend zijn. Je moet voor een veelheid van onderzoeken en evaluaties naar artsen en naar zorgverstrekkers om van bepaalde diensten, hulpmiddelen en voorzieningen te kunnen genieten. Vreemden treden binnen in de intimiteit van de familie en krijgen kennis van je inkomen, je psychische en andere problemen en persoonlijke details die je liever voor jezelf houdt en liever aan anderen niet vertelt. Ik hoor van ouders soms wel het gevoel in een aquarium te leven. Alles wat was zichtbaar voor de buitenwereld. En soms heb je het gevoel dat je een halftijdse functie hebt om te wachten in wachtzalen van professionals die zich niet aan afspraken houden. En als je dan ook nog met professionals wordt geconfronteerd die niet goed met elkaar afspreken en niet goed coördineren, dan moet je leren leven met tegenstrijdige boodschappen vanuit verschillende professionals waar je niet weet hoe je tot een synthese moet proberen te komen. Helpen hierbij is getuige kunnen zijn van het verdriet in plaats van richting bepalen of er direct iets aan te willen doen. En getuige zijn van verdriet, wat professionals niet zo goed kunnen, getuige zijn van verdriet betekent meer observeren dan doen. Meer luisteren dan spreken. Meer volgen dan lijden. En door getuige te kunnen zijn van verdriet en door te kunnen luisteren
naar mensen in de pijn en verdriet die nooit ophoudt, maar die in hoven telkens weer boven kan komen. Bevestig je de waardigheid en de autoriteit van de persoon in verdriet. En dit is misschien wel een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt als je moet leven met chronisch verlies. Iemand die op regelmatige basis je kan bevestigen in je waardigheid en in je autoriteit. Want wie kent er zo'n kind beter dan de ouders? Dus ik mag me nog één voorbeeld voorlezen, mag dat? Ik wil even voorlezen. Het gaat om een kind van 4 jaar dat moet leven met metachromatische leukodystrofie. Dat is een aftakelende ziekte met een heel beperkte levensverwachting. En het kind is dus helemaal afgetakeld en sterft op 4-jarige leeftijd. En kort voor het sterft schrijft die moeder het volgende neer. Van dit kind hebben wij geleerd wat liefde is. Hoe komt het dat zij er meer verstand van heeft dan wij? Ze is van alles verstoken. Ze beweegt niet meer, spreekt niet meer, hoort niet meer, zingt niet meer, lacht niet meer en ziet niet meer. Ze huilt niet eens meer. Maar ze heeft lief. Dat is het enige wat ze doet met al haar krachten. Dwars door haar kwalen en haar beperkingen heen. De liefde van Thais dringt zich niet op, maar is altijd paraat. En die liefde toont zich aan ons zoals ze is. Kwetsbaar en broos. Zonder panzer. Zonder harnas. Zonder angst. Natuurlijk, mensen die van op afstand naar ons kind kijken, hebben misschien grote moeite met die broosheid. Voelen er zelfs minachting voor of afkeer tegen. Maar wie dichterbij komt, wie zich naar haar toe buigt, wie probeert met haar mee te gaan, die zal zoals ik gewaar worden dat er op die broosheid maar één antwoord is. Liefde. Bijna 2 jaar geleden, toen we te horen kregen tot welke schade die ziekte zou leiden, stelde ik mezelf de vraag, wat rest dat kind dan nog? Liefde. Liefde rest haar. Liefde die je heeft, maar ook de liefde die je krijgt.